Je hoort op de achtergrond de vaatwasser, de wasmachine, dus stoor je daar maar gewoon niet aan. Kleding moet worden gewassen, dus dat maakt allemaal niet uit. Ik zou natuurlijk een hele reeks maken met mijn eerste keer video's. En ik keek het in mijn lijstje en ik dacht, oké, er staan een paar hele extreme tussen en toch ga ik ze bespreken. Vandaag wil ik het met jullie hebben over mijn eerste keer drugs dealen. Ik heb zoveel gedaan en meegemaakt in mijn leven. En ja, daar hoort ook een stukje drugs dealen bij. Momenteel doe ik daar helemaal niks mee. Het is niet nodig. Ik heb een tijdje gedacht dat het wel nodig was in verband met geld. En ja, gewoon weet ik veel. Ik deed het gewoon. Ik dacht gewoon, goed zo, ik ga geld verdienen. Ik ga het hele verhaal vertellen. Gewoon eerlijk. Ik ga alleen niet vertellen waar de wiet vandaan komt. Het was wiet wat ik dealde. Ik ga het niet vertellen, want dat is natuurlijk niet mijn. Dat is niet mijn verhaal van wie de wiet is. Dat is diegene zijn verhaal of haar verhaal. Maar daar komt het. Ik zat in de eerste. Ik deed VMBO THAVO. Ik zat in een gemengde klas. En ik zeg je eerlijk, ik ben echt niet dom. Ik ben niet achterlijk. Ik ben niet dom. Ik ben zelfs best wel slim. Stront eigenwijs. Ik heb geen concentratie. En een manier van scholing in deze tijd werkt niet voor mij. Ze hadden me beter gewoon in groep 5 ergens een richting op kunnen sturen. Van, joh Jade, oh je vindt kleding leuk. Oh joh Jade, je vindt praktijkdingen leuk. Laten we alvast een extra klasje erbij doen. Zodat je daar een beetje aan kan wennen en je daarop kan focussen. In plaats van dramatische scholing waar ik niks mee kan. Heel veel mensen wel, maar heel veel mensen kunnen er echt niks mee. Nou, ik kwam in de eerste en ik had een hele leuke beste vriendin. Nadine, dat was echt, dat was gewoon, was zo close. En dat is gewoon een beetje een stuk gelopen. Zij woonde helemaal in de Lier en ik in Delft. Maar ik had het in ieder geval heel erg naar mijn zin. We hadden echt te veel lol, te veel humor. Waardoor er voor mij, ik weet niet hoe het met haar zat, maar waardoor er voor mij niks meer gebeurde op school. Ik ontdekte in dat jaar ook blowen. Ik was 12. En ja, blowen, dat gaf mij een stukje rust. Dus daar had ik eigenlijk nooit aan moeten beginnen. Daarom zeg ik ook altijd, jongens, niet blowen. Want stel je voor dat het lekker valt en dat je denkt, zo, dat is lekker rust. Laat ik voortaan blowen. Gewoon niet doen, oké? Okay? Probeer het gewoon niet te doen. Want wat je niet weet, kan je niet missen. Wat je niet kent, kan je niet missen. Dus dat is allemaal heel fijn. Maar in ieder geval, ik kon dus aan wiet komen via. En ik dacht, nou ja, weet je, ik bloot toch al. Ik kende daardoor ook de stoners op school. En voor mij was het rekensommetje heel snel gemaakt. Ik dacht, ik heb geen geld. Ik wil lekkere broodjes halen op school. Erg, hè, dan ben je zo jong. Dan wil je geld hebben voor een lekker broodje op school. Broodje gezond, broodje kipcorn. Voornamelijk broodje gezond vond ik erg lekker. En we hadden toen ook kaasvlinders op school. Die waren ook maar 50 cent, maar ik had een broodje gezond. Dus ik dacht, mijn ouders zijn een beetje skeer. En dat is echt niet erg. En ik ga ze ook niet beschuldigen van het feit dat ze mij geen geld gaven voor eten. Want ik kreeg gewoon eten mee naar school, weet je. Ik kreeg gewoon mijn brood en mijn koekje en mijn drinken, weet je. En ik was echt niet slank, hoor. Dus ik had het gewoon goed. Het was eigenlijk echt niet nodig. En toen dacht ik, ja, ik wil toch broodjes. Nou, toen heb ik ergens wiet vandaan weten te halen. 12 jaar, hè. Ik heb ergens wiet vandaan weten te halen. En dit is gewoon mijn eerste keer, ja. Laat het er ook op houden dat het mijn enige keer is. En ik dacht, nou, weet je wat? Ik ga het verkopen. Dus ik heel onprofessioneel een zakje met wiet gevuld en niet eens afgewogen. Het was echt, oké, voor de wietkers, het was echt heel veel wiet. Ik denk zeker wel 2-3 gram. Nee, 2. Zeker wel 2 gram. Zeker. En wat vroeg ik daarvoor? 6 euro. Nou, zat er een gozer op mijn school. En nog steeds als ik hem tegenkom, vind ik het echt de meest grote loser die er bestaat. Make-up. Omdat, ja, even eerlijk, weet je. Dan, hij was denk ik 16, ik was 12. Hij koopt wiet van een meisje van 12. Dat is eigenlijk al een beetje raar. En dan vervolgens kreeg ik 4 euro. Toen zei hij, je krijgt straks die 2 euro. Dus ik zeg, nou ja, is goed toch? Want ik was zo goed gelovig. En ik heb die 2 euro nooit meer gekregen. Nooit meer. Maar het is echt zo'n stoere guy. Buitenlands of niet, dat interesseert me allemaal niet. Maar echt zo'n stoere guy. En je ziet hem af en toe zie je hem voorbij komen in van die stoere clippies. Van Schemo 15 of weet ik veel hoe je dat noemen wil. En nou, je hebt hier een tante of een pop te holen, weet je wel. Daar ergens woont hij ook. En het enige wat ik toen dacht was, Jezus, ik word gewoon opgelicht. Ik ben zo jong, ik word gewoon nu al opgelicht.
Dus voor mij is dealen eigenlijk helemaal niks. Want ik hou niet van geldzaken. Ik hou niet van mensen die komen poffen. En dan moet je weer achter het geld aanrennen. Omdat ze het toch niet betalen. Dus, nou ja, dat was het eigenlijk. Hierna komt weer gewoon een seksuele voorlichting video. Ik heb, als het goed is, een soort baarmoeder ding op het oog. Met echt gewoon de vagina en de clitoris en de anus. En een heel leuk ding. Dan kan ik jullie goed uitleggen wat wat is. Dus ik ga kijken in de winkel of ze die nog hebben. Dan neem ik hem echt mee. En heel erg bedankt voor het kijken. Een korte en krachtige video. En tot de volgende keer.